heel belangrijk in Van Gogh's leven was de natuur. Van jongs af aan had hij geleerd om die te waarderen. Hij wist er ook heel erg veel van en hij heeft altijd heel erg lange wandelingen gemaakt. En dat was niet alleen om weg te zijn, om van de beslommeringen van het dagelijks leven verlost te zijn. Maar in die natuur zat ook iets goddelijks. Het was als het ware een manifestatie van een hogere aanwezigheid. En het was dus een belangrijk onderdeel van de schepping. En hier zien we een heel erg breed panoramisch landschap uit Auvers. Een van de laatste landschappen die hij gemaakt heeft. En hij heeft hier de indrukwekkende onweerslucht willen tonen waaronder die glooiende velden in de omgeving van Auvers liggen. En het kwam voort uit een beetje een melancholieke stemming, dat schrijft hij aan zijn broer Theo. Hij was somber gestemd door allerlei discussies die ze hadden over de toekomst. Maar hij heeft het schilderij toch gemaakt om te laten zien hoeveel herstellende kracht er eigenlijk van de natuur uitging. Dus aan de ene kant komt het voort uit een somber moment, maar die natuur die geeft dan toch eigenlijk uiteindelijk vooral troost.